wel, meneer Panseri. Anderhalve minuut spreektijd voor de heer Van Nistelrooy. Anderhalve minuut. Voorzitter, commissaris, het neighborhoodbeleid, het goede burenbeleid heeft onze warme steun. Zeker in de nieuwe koers die gekozen is. Ik pak er één klein onderdeel uit. Dat is het NPI, het samenwerkingsinstrument over de buitengrenzen heen. Het gaat om kleinschalige projecten, soms ziekenhuizen samen, soms universiteiten samen, mensen tot mensen tastbare projecten. En in 2007, 2013 hebben we geld gehaald uit het regionaal fonds, overgebracht om dat te doen gebeuren. We hebben ook gekeken hoe werkt dat nou met een studie, een parlementaire studie, een hearing. En we hebben toch gezien dat het heel erg stroperig verlopen is. We hebben ook gezien dat er nogal wat accent zeg maar, in de hoofdsteden lag en dat mensen in de regio, partners, steden, heel moeilijk vooruit konden. En daar staat nu in het verslag een hele duidelijke hint in paragraaf 8 om toch in de toekomst meer van die EFRO-methode, meer van die Interreg samenwerkingsmethode te gebruiken. Ik denk dat dat een heel belangrijk signaal is. We moeten dat gewoon oppakken, omdat er verbeteringen in efficiëntie en ook in flexibiliteit mogelijk zijn. En het gaat dan ook om zaken die heel makkelijk zouden kunnen worden ingevoerd. Het Poolse voorzitterschap heeft dat dan nu ook in zijn conclusies beschreven. Dus steun voor deze aanpak, maar dat NPI-instrument moet beter gaan werken. Cross-border, aan beide kanten van de grens. Niet het grote beleid in de hoofdsteden, maar projecten die dicht bij mensen staan. Commissaris, we kunnen dat bekijken hoe en wat. Ik ben lid van de regiecommissie. Ik wil dat graag met u in die volgende regulation uitwerken. We hadden een versterkte procedure. Ik denk dat we die nu weer gaan krijgen van de heer Brok en de zijnen. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Zalen, nu 1 minuut. Dank u wel, voorzitter. Collega's, commissaris. Turkije is een kandidaat voor toetreding tot de EU. Maar ik denk dat het buitenlands beleid van de EU niet kan wachten op het resultaat van het hele proces.